Kijk. Nou, een belangrijk moment. Voor het eerst sinds decennia dat er weer mensen zicht hebben op wat er in dit kluisje zit. Al bijna 600 jaar ligt aan de rand van Venlo een bijzondere kapel. Door de eeuwen heen was het onderdeel van een klooster, een Maria Bedevaartsoord, maar ook een plek van rust en bezinning. Het kapelke van Genuë kent een bijzondere geschiedenis en is voor velen een speciale plek. Het is al heel vroeg begonnen in 1424, toen hier een klooster werd gebouwd door enkele dames uit de stad. De troebelen van de 80-jarige oorlog hebben met zich meegebracht dat ook hier in Venlo verwoesting en verderf kwam. En dat klooster werd helemaal verwoest. Dat is een tijdje zo blijven liggen tot 1631, toen men hier op deze plaats een kapel heeft gebouwd door de Maria Devotie die weer opkwam. Met processies en met veel plechtigheid is in het begin van de 20e eeuw besloten om de kapel uit te breiden. Dit zijn de blauwdrukken van de laatste verbouwing van de kapel. De blauwdrukken zijn gemaakt in 1916 en de verbouwing is uitgevoerd in 1917. En wel door de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers. Het was het laatste project van zijn carrière, dus daarom ook heel bijzonder. En wat hij deed was toevoegen van drie ronde uitbouwen en een rechthoekige voorbouw aan de kapel. En zo kreeg de kapel de vorm die hij tegenwoordig nog steeds heeft. Hij is een van de grote architecten die we in Nederland kennen. Dus ja, dat hij dit heeft gedaan is natuurlijk wel mooi. Ruim 100 jaar later is de kapel van Genuë nog altijd een plek met aantrekkingskracht. Dagelijks komen er honderden bezoekers. Het kapelke is niet alleen voor gelovige mensen een geliefde locatie. Voor velen is het opsteken van een kaarsje of het naar binnen lopen voor een moment van stilte iets dat losstaat van religie. Van vroeger ben ik altijd met mijn elders gekomen, veel met mijn moeder, te voet, altijd lekker wandelen. Dit is voor mij een plek waar ik rust vind, mezelf, weer mijn balans kan vinden. En in die 69 jaar die ik nu leef, is het toch wel zo dat het een plekje is waar ze regelmatig eens even op verhoor kunt komen. Behalve de verering van Maria is er in de kapelplek voor nog een bijzonder iemand. In het midden van de kapel ligt de gedenksteen van de in 1641 overleden zuster Agnes Huyn van Amsterdam. Maar dat is niet alles. Nou, hierachter de tegel die ik zojuist eruit heb gehaald, de stenen plaat, daar is de schedel van Agnes Huyn is daar bewaard. Er blijkt een soort kluisdeurtje nog achter te zitten waarvan de sleutel, ja, het is de hele tijd niet meer geopend, de sleutel is zoek. Dus vandaar dat er een slotenmaker bij is gehaald om het slot open te boren. Dus we gaan het straks zien, een spannend moment. Kijk, nou, een belangrijk moment. Voor het eerst sinds decennia dat er weer mensen zicht hebben op wat er in dit kluisje zit. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren er regelmatig processies naar de kapel om Agnes Huyn te vereren en zieken beter te maken. Na de Tweede Wereldoorlog is ze in vergetelheid geraakt. Maar haar overblijfselen en het verhaal zijn er dus nog altijd. Moment van de waarheid. Nou, hier hebben we dus een goed bewaarde schedel in mijn handen. Agnes Huyn is op jonge leeftijd, als 12-jarig meisje, is ingetreden. Is non geworden, zuster. Al vrij snel werd ze ziek. Ze is de rest van haar korte leven, ze is maar 28 jaar geworden. Ze is in 1641 overleden. Heeft ze veel verlamming onder andere gehad. Daar is ze ook van genezen, zodat ze weer op bedevaart kon als dankbaarheid. Nog tijdens haar leven werd ze al, als een heilige wil ik niet zeggen, maar er werden wel krachten aan haar toegeschreven. Er zijn ook verhalen dat
zusters haar in gebed boven de grond zagen zweven, van 70 centimeter hoogte. En vandaar dat ze ook dus 3 jaar nadat ze is begraven alweer het graf is geopend om de schedel als reliek. Toch met het idee van het was een heel bijzonder iemand, in potentie een heilige. Dit staat natuurlijk symbool voor dat hele verhaal erachter. Dat is ook het mooie en het ontroerende hiervan. De kapel van Genooi als centraal punt in tal van bijzondere verhalen en vertellingen. Persoonlijk, religieus en niet gelovig. Het is een plek die al honderden jaren tot de verbeelding spreekt. En niets lijkt erop dat ooit zal veranderen.